bijna 60 jaar geleden gespeeld in het seizoen 64-65. En het is zelfs de trainer van Heerenveen heel wat waard als deze wedstrijd ook de komende jaren nog op de kalender staat. Maar dan moet de Cambuur zich dus zien te handhaven. Doken Schmid uit Heerenveen, geboren in Heerenveen. 2011 werd hij daar prof. Een jaartje in Deventer, maar voor de rest speelt hij zijn hele voetbalcarrière al in Friesland. Natuurlijk een blauw-geel dominant in het stadion. En hier en daar zien we ook wat pompproblemen, maar dan vooral in het vak van de Heerenveen supporters. We kijken naar de formatie van Cambuur. Van Jacobs en Tol nog altijd ontbreken. Hoenemakers terug is op het middenveld, geflankeerd door Paulus en Van Kaan. Voorin voor Johnson en Breij. Dat betekent dat Van der Water en Mahi op de bank zitten. Zij worden achterhand gehouden door Sjors Ulte, die wat te kiezen heeft natuurlijk naar die versterking. De wintertransferperiode. Opstelling dan van Heerenveen. Maus nog altijd de goalie. Moppert komt in de topvallen. Zijn revalidatie in de buurt nog wel eventjes. Deurlijk is weer de linksback. Speelt tegen Feyenoord voorin. Al Hartz, Haaien en Olsen op het middenveld. Al Hartz zou de meest centrale pion zijn in die middenlinie. En voorin zien we voor het eerst een basisplaats van Osama Sarawi. Deurlijk. Deurlijk duurt te lang. Breij is natuurlijk een fel baasje daar aan die rechterkant. Voorzet van Breij. Johnson! Schitterend! Schitterend doelpunt van Johnson. Binnen een minuut Cambuur op 1-0. De Noorse spits met zijn eerste voor Cambuur Leeuwarden. Het begint allemaal bij getreuzel van Keulert. Het is Breij die fel opjaagt, doorjaagt. En dit past eigenlijk wel in zo'n wedstrijd. Dan moet je niet treuzelen, dan moet je niet combineren. Dan moet je heel snel het 16 meter gebied zoeken. En boem, daar komt Johnson voor zijn tegenstander. En die zet Cambuur op een 1-0 voorsprong. Keulert neemt afstand. Daarmee geeft hij Breij de ruimte voor deze voorzet. Maar de afronding van Johnson is echt weergeloos. Prachtig doelpunt. 1-0 Cambuur. De sfeer zit er gelijk in het stadion van Cambuur. We hadden het gemakkelijk 2 of 3 keer kunnen uitverkopen vandaag. Die wedstrijd tegen Heerenveen. Het gekaatst door Van Kaan. Breij. Johnson, Breij. De kans al op 2-0. Heerenveen wordt echt overlopen in de eerste minuten van deze wedstrijd. Goed voetballend Cambuur. Niks mis met deze combinatie waar Van Kaam ook een rol had. Johnson in alle vrijheid kan die kaatsen. En Breij heeft eigenlijk veel meer tijd. Maar heeft de rust niet. Ten nou en ook blijft Heerenveen in balbezit. Nunnally. Voorzet, zeker als de bal dan blijft liggen en zo is het weer gelijk. 1-1 Sarawi. De 22e minuut van de wedstrijd. Een bal die onderweg getoucheerd wordt en dan wordt alles anders door die aanraking. Valt ineens voor de voeten van Sarawi. En hij zet Heerenveen weer naast Cambuur. Sarawi richting Nunnally. Oh, wat een kans voor Heerenveen om de 2-1 van te maken. Schitterende voorzet. Niet de grootste, maar wel uitstekend positie gekozen. Wat een prachtige bal zich aangesneden door Sarawi. Heeft het gezien, Nunnally in de loop. Dit is maatwerk. Knikt hem net niet binnen. Johnson. Hoenemakers. Breij. Nog altijd, Breij. Nou, die überhaupt in balbezit bleef. En dan Paulussen. Gedrukt schot van Paulussen. Technisch goed. Sarawi. Goeie ingreep van Schmid. Levert Cambuur. Al is het heel kort stond nog het balbezit op. Nu weer Heerenveen. Al Hartz mag door. Ondanks het aanraken van Makkeli. Al Hartz loopt zich dan vast. Toch nog Heerenveen met Sarawi. De bal net buiten bereik van Hooijdonk. Weggedraaid, Breij. Breij, lage voorzet in de voeten van Haaien. Heerenveen komt de eigen helft niet af.
misschien nu. Als het misgaat bij Bangura. En Van Hooydonk de nodige ruimte heeft. Nunnery en Saroui zijn vrij. Dat is te haast gegeven door Van Hooydonk. Al Harts. Daar ligt de ruimte. Van Ewijk. Voor de goal. Keurig slecht aanhouden. Dit had alles in zich om een serieuze kans op te leveren eigenlijk voor Heerenveen. Maar het is nog niet gebeurd. Saroui dribbelt en loopt zich vast. Nunnery. Vanuit halen Nunnery. Buiten de bal niet los. Houd op te kijken. Volle spanning, echte derby sfeer in het stadion van Cambuur. 1-1. Rij. Hier is de loopactie van Kaam. Die er weer energie in stopt in het begin van de tweede helft. Voorzet van Kaam. Maar één keer genomen. Kan het wel. Technisch bekwaam genoeg. Maar vooral nog voor. Dekt door Heerenveen. Al Harts. Knap actie van de aanvallende middenvelder van Heerenveen. Aan het goede storende werk van Jeffrey Bruma. Komt Heerenveen tot de eerste serieuze mogelijkheid in de tweede helft. Vooral naar voor. Hier wordt Johnson niet bereikt. Zet zijn voeten komen bij Saroui, dribbelt het 16 meter gebied in. Keulert. Olsen. Saroui terug naar Olsen, zou kunnen, nu niet meer, want dan staat hij buitenspel. Saroui, kans is er nog altijd. Dan is het rommelig en de lat. En dan zo raak! Zo komt Heerenveen op een 2-1 voorsprong na precies 65 minuten. Rommelige tweede helft, matig van beide kanten, weinig kansen. Maar de doelpunten zijn best spectaculair. Het geldt voor de 1-0 van Johnson, het geldt voor deze 2-1 van Nunnery. Saroui er weer bij betrokken. Lijkt zich in een onmogelijke situatie te manoeuvreren. Dat is ook wel een beetje zo. Bal op de lat en vervolgens Nunnery met het laatste tikje. Eerst nog de mislukte omhaal. Nunnery die hem dan vervolgens binnenprikt. Cambuur met Johnson en Breij. Breij langs de tegenstander, nog altijd Breij. Hier is Rodriguez. Bal kalmeert en valt dan voor de voeten van Muis, wilde ik zeggen. Maar daar gaat hij er bijna nog in. Uit de tweede lijn, de poging van Bono. Hier lijken de zaken voor Heerenveen wel onder controle, maar dan wordt er wel zo de voeten geschoven van Bono. Krolt er maar rakelings naast. Ruiter. Meer rust uit dan zijn voorganger. Virginia. Die er ook gewisseld is in de goal. Van de Water. Het cadeau eigenlijk van Keulen. De voorzet is niet slecht. Dat is dan een serieuze kans. Ulrikjes. Bal tang klaar neergelegd door Van de Water. Nou weer een heel matig gebeurt. Het is toch simpelweg geen verdediger. Van Keulert. Bal zomaar inlevert eigenlijk bij de invallen bij Cambuur. Die legt hem echt goed neer. Ja, Ulrikjes moet hier wel meer uithalen. Maar dat is het hele seizoen al het probleem. En die boomlange spits. Hij krijgt de bal er maar niet in. Nog altijd op nul. Van Amersfoort. Keulert. Dat is wel handig gedaan door Keulert. Ja, dat kan hij natuurlijk wel aanvallen, creëren. Laat hij hier ook zien, van Amersfoort in het 16 meter gebied. Haaien, moet ik aan schieten. Haaien! Ja,
Laat hier even zien. Vlammend schot van de middenvelder. Die wil een corner, krijgt hij niet. Op zoek naar ruimte. Dan heeft hij toen gelijk. Ruiter richting Johnson. Bangura. 2 minuten nog. Aangetikt Bangura. Voordeel, zegt Makkely. Aardige voorzet van de Water. Kopballetje van Sylvester van de Water. Maar een uitstekende voorzet vanaf de zijkant. Dat had hem zomaar nog kunnen zijn voor Cambuur. Maar het is niet de beste kopper natuurlijk in de selectie van Cambuur. Nog 1 keer de thuisploeg. Ruiter die een pompt richting de lange mannen. Ulrikjes en Johnson, maar die winnen weinig kopduels meer. Daar komt Maus. En die heeft een klem vast. En dan gaat Makkely de bal ophalen. En heeft Heerenveen deze Friese derby weten te winnen. Met 2-1 komt er een einde aan een reeks van 4 nederlagen op rij in de competitie. En blijft de misère in Leeuwarden onveranderd groot. Hoewel de trainer een stijgende lijn ziet, is die op de ranglijst nog niet waar te nemen. En na de 2-1 van Van Ewijk in zijn 100ste eredivisiewedstrijd heeft Cambuur het wel geprobeerd. Maar niet heel veel kansen bij elkaar gevoetbald. De beste was nog voor Ulrikjes. Maar zijn kopbal miste iedere vorm van overtuiging. En daarmee is eigenlijk het grote probleem van Cambuur ook geschetst. Aanvallend, totaal niet overtuigend. Verdedigend kwetsbaar. En dan ga je niet heel veel wedstrijden winnen. Zo blijkt ook vanmiddag weer in de Friese derby. De Heerenveen gewonnen wordt met 2-1.